blije gezichten bij de nieuwe bewoners van de nieuwbouw in Plan Zuid, fase 3. Zij kregen even de sleutel in handen van hun toekomstige woning om binnen te kijken en zaken op te meten. Een speciaal moment. Even wat beelden van de naoorlogse wijk. In 2010 was de grote transformatie van Plan Zuid in volle gang en zou in 3 fasen worden gerealiseerd. Het Hannemahuis had een mooie expositie over het leven en wonen in Plan Zuid. Om de woningbehoeften na de Tweede Wereldoorlog op te vangen, zijn destijds grote hoeveelheden huurwoningen gebouwd. In Plan Zuid kwamen kleine, goedkope eensgezinswoningen, gebouwd in 1955, duplexwoningen, gebouwd in 1950, en de maisonnettes en flats in 1964. Na 12 jaar bouwen is het nieuwe Plan Zuid bijna gereed.